Goedemorgen, meneer Hakje. Goedemorgen. Bij deze kom ik terug op een update over de ervaring van de Strijkhol, waar we de laatste keer over hebben gesproken met de mountainbike. Je hebt niet alleen de mountainbike, maar je hebt ook een andere fiets waar je gebruik van maakt? Ja, in de zomermaanden maken wij gebruik van de racefiets. En in de wintermaanden dan ga ik actief aan de gang met de mountainbike. Als ik deze fiets zie, deze ruimtefiets, semi-professioneel? Het is een merk Cube, een carbonfiets met een gewicht van 6,5 kilo. En de normale wielrenners hebben ook dit gewicht? Ook met deze gewichten, ja. Ah, dus semi-professioneel is niet verkeerd gezegd? Zo kan men het noemen. Wat kost deze fiets normaal, als ik vragen mag? Zoals het hier staat, moet men rekenen op een 3.500 tot 4.000 euro. Dus het is echt niet een gewone rentfiets, maar het zijn al in het segment de duurdere rentfiets waar we over praten. En mensen die actief rentfietsen, die gaan al naar dit soort fietsen toe. Ook dat klopt. Ja, maar mijn ervaringen met de Strijkhol bij de mountainbike, die zeer positief waren, heb ik uiteraard ook de Strijkhol bij de racefiets toegepast. Eerst de kettingen goed schoongemaakt, van alle oude vetten en oliën ontdaan en vervolgens ingespoten met de Strijkhol. Ook hier waren de resultaten meer dan positief. Zelfs het ratelen, het tikkelen van de derailleur is minder geworden. De ketting loopt lekker soepel, dus al bij al perfect, een perfecte smering. Nou. Dus laten we het zo zeggen, dit is voor u een toegevoegde waarde geworden, ook tevens op de rentfiets. Ja, correct. Oké. Nu ongeveer een jaar, januari 2014, met de eerste bus, Strijkhol, begonnen met een ketting van de mountainbike te behandelen. En aansluitend ja, in het zomerseizoen vanaf april met de racefiets. En ik kan alleen maar zeggen, de resultaten zijn meer dan bevredigend, dus perfect. Heel mooi om te horen. Nou, mijn ervaringen zijn gewoon dat de ketting minder vuil opneemt, het kraakt minder, het smeert perfect. Dus al en om voor de fietser een perfect product om de kettingen, derailleur en tandwielen te behandelen. Zowel bij de mountainbike als bij de racefiets. De grootste bevolking, de gewone fiets, daar zou die al zonder meer perfect voor zijn. Daar zou die zeer zeker geschikt voor zijn. Juist, als men de Strijkhol gebruikt, de ketting is inderdaad niet vettig en plakkerig, waardoor ook geen zand blijft kleven tussen de deeltjes en waardoor de ketting ook niet gaat kraken. En de slijtage uiteraard vele malen minder is en men veel langer fietsplezier kan hebben van dezelfde onderdelen. Uw ervaring, meneer Hakke, wat ik ook van een andere klant ervaren heb, dat hij zei van als die behandeld is met de Strijkhol ook op de derailleur, dat ze ook ervaren dus dat hij ook eigenlijk geen stof en geen zand opneemt. Ja, dat is helemaal correct. Dus zowel de derailleur als ook de ketting, er blijft niks aan plakken, maar het smeert perfect. Het reinigen is uiteraard ook veel makkelijker, omdat er minder of bijna geen vuil aan blijft hechten. Is hij ook veel sneller en makkelijker schoon te maken. Dus het verhaal wat de klant zegt, klopt helemaal? Dat is correct, dat klopt helemaal. Wat mij opvalt sinds dat ik de Strijkhol gebruik is dat het tikkende geluid bij de vrijloop van de ketting minder geworden is. Dat betekent dus ook dat er minder wrijving is tussen de onderdelen. Dus het werkt ook tot in de kleinste deeltjes. Je goed begrijpt, door de goede smering wat je geeft, geeft hij daar zelfs een positief resultaat dat het geluid minder is geworden. Ja. Heb je ook een opmerking bij het gebruik van de Strijkhol? Met name bijvoorbeeld vooral als je hem de eerste keer aanbrengt? De eerste keer, zoals gezegd, de ketting goed schoonmaken, alle olie en vetten verwijderen en dan de ketting behandelen. Het beste is één dag van tevoren voor men gaat fietsen de ketting inspuiten.
De struikel droogt ook op, dus het wil niet zeggen dat die opgedroogd is, dat die dan niet meer smeert. Absoluut niet. Dus dat is, veel mensen denken dat iets nat moet blijven, zodat het ook smeert. Maar dat is hier niet het geval. Maar hij kan zowel in de natte situatie als in de droge situatie gebruikt worden. Beide situaties heb ik ervaren. Heb je ook de situatie ervaren, inspuit, meteen vertrekken, en dat hij dan toch nog een goede smering gaf? Ja, hij blijft een goede smering geven. Alleen als hij nat is en het zou regenen, dan is de kans van afspoelen iets eerder aanwezig, omdat hij niet de kans heeft gekregen om natuurlijk zijn werk fatsoenlijk te doen en in te drogen. Dus als hij droog in een droge situatie is, is de standtijd iets langer. Met de renfiets heb ik dit jaar ongeveer 2700 kilometer gefietst. En met de mountainbike een 3800 kilometer. Dus een dikke 5000 kilometer dit jaar, alles bij elkaar tot heden gefietst. U gebruikt hem heel geregeld, de strijkhold? Bij iedere fietsronde die we gaan doen, gebruik ik de strijkhold. Dit is de tweede bus. En tot u hem elke keer na dat u je fiets hebt behandeld, ja, tot u dan ietsjes meer gebruikt dan iemand die gewoon op de weg zou fietsen? Dat is correct. Eindelijk gaat het om het eindresultaat en tot de smering perfect moet zijn. Die is heel zeker perfect. Ik ben heel blij met de strijkhold. Heel fijn om te horen. En wat ook belangrijk is, wat veel mensen eigenlijk hebben, dus dat ze hem graag willen gebruiken, omdat dan de ketting en de derailleur gewoon de stof en zand niet aan blijft plakken. Ja. Ja, ik had laatst een probleempje met een kettingzaag en de ketting die liep stroef door de slede. En ja, na het inspuiten van de strijkhold was dit probleempje ook verholpen, dus ook daar is die perfect voor. Ik zou hem niet meer willen messen. Heel fijn om te horen. U raadt er dus iedereen van harte aan de strijkhold te gebruiken? Zeer zeker. Nou, een stop of aanmerking die ik heb. Het is een product dat is ontwikkeld als een reiniger voor de wapens. En ik zou adviseren om even een testje te doen voor het gebruik op de kunststoffen. Dus dat is de eerste kanttekening erbij. Meneer Hakke, hartelijk bedankt voor de update. Gezien de aantal kilometers van die inmiddels al heb gereden, zo'n 5000 op de mountainbike en op de renfiets. En dat de resultaten van u alleen maar lovend en heel positief zijn over het gebruik van de strijkhold. Ten behoeve van de ketting, de derailleur en alle andere toepassingen wat er eventueel nog gesmeerd zou kunnen worden. En nog hartelijk bedankt voor het interview. Graag gedaan.